De Women's Leadership Summit 2023 staat voor de deur. En daarom heb ik uitgenodigd een van de mensen van de organisatie. U zal zeker denken dat het een vrouw zijn, maar in dit geval is het een man. Dat is de heer Robert Gielaert. Goedemiddag, heer Gielaert. Goedemiddag. U bent ook in de organisatie van de Women's Leadership Summit. Bestaat de organisatie alleen uit mannen? Nee, helaas. Nee, het zit zo. Ik ben de enige man in de stichting, de Women's Leadership Foundation. Ja? En wij zijn eigenlijk al sinds vorig jaar bij elkaar en hebben een eerste editie georganiseerd. En dit jaar organiseren we de tweede editie. De Women's Leadership Summit. Waaraan moeten we denken? Je moet denken aan thema's zoals emotionele intelligentie. Daar is, laten we zeggen, een van de dingen waar vrouwen onbekend staan. Waar ze, laten we zeggen, veel beter in scoren dan mannen. Je moet denken aan genderquotas. Je moet denken aan harassment in the workforce. En women success stories. We willen ook positief eindigen om eigenlijk die rolmodellen, die vrouwen die het echt heel erg goed doen, om die op het voetlicht te plaatsen en ervoor te zorgen dat zij, laten we zeggen, ook hun kennis en expertise delen met de deelnemers aan deze summit. Waarom is gekozen ervoor om zo'n summit te organiseren? Heeft het te maken met het feit dat misschien vrouwen minder op de voorgrond treden over zaken die ze goed doen of zaken die tegenvallen? Ja, kijk, als je kijkt naar eigenlijk de Sustainable Development Goals, is dat een van de zaken waarvan de VN ook heeft gezegd, daar moet aandacht aan besteed worden. Aan de andere kant, als je in Suriname kijkt, ik geef bijvoorbeeld parttime les op zowel ADEC als op UNASAT. En in mijn klasse is het merendeels vrouw. Ja. Ik geef bedrijfskunde, daar worden eigenlijk de nieuwe leiders van de verschillende bedrijven, van de maatschappij worden opgeleid. En als je dan vervolgens gaat kijken naar, laten we zeggen, de top van Suriname, dan is het overwegend man. Ja. Dus vandaar dat wij hebben gezegd, dit is op dit moment echt nodig. En dat zien we ook aan de opkomst. De summit is voor de tweede keer ook alweer, laten we zeggen, sold out. Mm-hmm. Hè? Heel veel mensen willen nog graag, maar de registratie is afgesloten. En dat geeft alleen maar aan dat het best wel nodig is en dat die thema's die wij aankaarten, dat die best wel, laten we zeggen, impact hebben voor de vrouwen in de Surinaamse samenleving. We praten over Women's Leadership Summit. Is het alleen maar voor vrouwen? Het is niet alleen voor vrouwen, ik ben zelfs man, dus weet je, ik ben daar ook bij in de organisatie. Het is ook voor mannen en we hopen dat er ook, laten we zeggen, mannen zullen komen om in elk geval te luisteren wat nou het glazen plafond is waar vrouwen tegenaan lopen. En er zijn sommige thema's zoals emotionele intelligentie waar wij als man kunnen leren van de vrouw. Dus vandaar dat ik denk dat ook mannen hierbij kunnen komen. Wie zullen de sprekers zijn? Er zijn verschillende sprekers. We hebben mevrouw Veire van de universiteit die onze keynote spreker is. En vervolgens hebben we in de verschillende thema's hebben we allerlei, laten we zeggen, professionals. Mensen, ja. Karin Revos is er een dame die in het kader van de Women Success Stories een verhaal gaat doen. En zo hebben we Dirk Curry als man in een van die groepen over emotionele intelligentie. We hebben Chandra Algu. Dus verschillende mensen uit verschillende lagen van de bevolking, verschillende professies, die eigenlijk hun kennis en expertise gaan delen. En ik las ook, ik dacht, Maureen Nipte, Anoushka Sonai, Anna Rita Wijd, Jupta Ituwaki. Dus jullie hebben eigenlijk verschillende mensen geprobeerd bij elkaar te brengen. Klopt. Om dan. Maar wat ik me afvraag, bij zo'n summit, wordt het doel bereikt? In vergelijking, dus jullie hebben het vorig jaar al gedaan. Ja. Wordt het doel bereikt? Hebben jullie geëvalueerd van die vrouwen zijn nu een beetje vrijer om te praten? Of we kunnen deze informatie die we hebben vanuit de summit meenemen in de praktijk om er beter vanaf te komen? Kijk, wij doen dit volgens, laten we zeggen, 3 pointers. Awareness, action, awareness, action en dan change. En we zien dat het nog nodig is om die awareness
eigenlijk veel beter voor het voetlicht te plaatsen. En daarom organiseren wij dit en we hebben geëvalueerd en zien dat het nodig is. En je ziet het ook aan, laten we zeggen, het aantal aanmeldingen, dat mensen echt erop wachten. We gaan dit ook jaarlijks doen als, laten we zeggen, een van de hoogtepunten van deze Women Sustainable Development Foundation. Wanneer is het precies? Dat is morgen, 25 februari. En we starten om 9 uur, Assyria High Rise. En de aanmeldingen, hoe zijn die verlopen of hoe verloopt dat? Het loopt storm. Zo goed eigenlijk dat we de registratie eerder hebben moeten sluiten. Omdat het eigenlijk te vol gaat zijn. We praten over vorig jaar. Ja. Zijn er meer volwassenen geweest of jongeren of in de bepaalde leeftijdsgroep? Wat heeft u kunnen observeren? Als je kijkt naar, laten we zeggen, de doelgroep die we vorig jaar hebben aangesproken, zou ik willen zeggen jongvolwassenen, mensen in bepaalde leidinggevende functies en best wel de high performers. En de Pessoa Summit voor dit jaar, denken jullie dat eigenlijk dezelfde mensen van vorig jaar wederom zullen komen? Hebben jullie dat kunnen zien bij de registratie? Of komen er nieuwe mensen naartoe? We hebben dat nog niet gedaan, dat we hebben gekeken. Maar de verwachting is wel dat we ongeveer dezelfde doelgroepen aan het aanspreken zijn. Omdat, laten we zeggen, deze doelgroep, dat zijn, laten we zeggen, mensen, vrouwen die heel erg aanlopen tegen dat glazen plafond en die willen heel graag met ons en met elkaar bepaalde zaken delen, zodanig dat ze aan de ene kant expertise delen met elkaar, zodat de andere vrouwen in de zaal dat ook oppikken en kunnen gebruiken in hun professie. Zie ik het misschien goed of verkeerd dat zo'n summit toch wel op een bepaalde high level is? Is niet voor de gewone persoon die niet in aanraking komt met eigenlijk bepaalde functies in de samenleving? In principe staat het summit open voor iedereen. Mm-hmm. Wellicht door de keuze van de plek of laten we zeggen de sprekers zien dat het een bepaald publiek aantrekt. Maar wij als stichting hebben wel, laten we zeggen, de hele samenleving als doelgroep en zeker de vrouwen in het bijzonder. Dus als we hebben plannen om ook allerlei andere activiteiten te doen, om ook in de wijken te gaan. Dus wij hebben eigenlijk, laten we zeggen, alle doelgroepen in onze scope. Vertelt u, in de organisatie zitten met alleen vrouwen. Ja. Hoe verloopt dat? Nou prima. Kijk, ik zal je gewoon een persoonlijk verhaal geven. Ik ben een tijdje door die zware griep geveld. En ik zat thuis gewoon plat. Werd aangebeld en dan werd een bosje bloemen door al die vrouwen ondertekend gebracht naar mijn huis. Ik weet niet als ik met mannen in de organisatie zou zitten of het, laten we zeggen, op die manier zou zijn gegaan. Dus het is prettig. De vrouwen die houden van praten, houden van babbelen, maar ze leveren ook dingen op, zoals dit event wat heel goed georganiseerd is. En mijn rol als man is, ja, je brengt soms mannen energie erin, toch? Ja. Als je merkt van, hey, het gaat een beetje alle kanten op, gewoon, weet je. En ik denk daarom ook dat het, daarom dat ik ook hier zit als man, om ook te laten zien dat dit geen organisatie is die zegt, oh, we zijn alleen maar voor vrouwen, we moeten het samen doen. Klap. Snap je? Dus dat is, laten we zeggen, waarop ik op deze manier wil ik antwoorden op die vraag. En zijn jullie misschien op een of andere manier erachter gekomen waarom men eigenlijk at the end of the day toch wel eerder een man naar voren wil dragen als we kijken naar de regeringstop, als we kijken naar het bedrijfsleven, dat vaak genoeg dan de mannen zijn. Ik zie bijvoorbeeld VSB is veranderd, ze hebben nu vrouwen in de top. Maar wat zal het misschien zijn? Ik heb me niet verdiept daarin, maar misschien heeft u wel in aanloop naar zo'n summit wel aan zulke dingen gedacht, maar wat zal het zijn? Dus kijk, in het verleden was er altijd, laten we zeggen, keuzes in het, laten we zeggen, in het levenspad van vrouwen werd gebruikt om te zeggen, ja, jij kan geen CEO worden, want ja, dan ga je kinderen krijgen en dan ben je weer enkele jaren eruit, dus dat. Maar inmiddels hebben we heel wat carrièrevrouwen die het gewoon goed doen. En die eigenlijk laten zien dat ze dat wel kunnen. Dus wij geloven daarin. Ja. En het zijn dat soort vrouwen die we ook op het voetlicht willen, voor het voetlicht willen plaatsen bij, laten we zeggen, het thema Women Success Stories.
Ik weet, vorig jaar was ik zelf ook aanwezig bij Asuria. Ja. Okay. En er was uiteindelijk ook een topic waarbij het erop neerkwam dat eigenlijk soms vrouwen de concurrent zijn van de vrouw zelf. En dat vond ik zo apart, want ja, ik zie die discussie, ik hoor het nog zo in mijn hoofd. Van, ja, maar soms denk je, je gaat juist die push krijgen van een vrouw, ja. Maar het is juist die vrouw die je naar beneden wil trekken, omdat zij daar wil zitten. Dus eigenlijk, die vrouw heeft zelf ook verbetering nodig, vanuit zichzelf. Ja, en daarom deze summit. Mm-hmm. Daarom organiseren wij dat ook, dat ze zien en dat ze leren van elkaar en dat ze over dit soort thema's kunnen praten, met elkaar kunnen netwerken, om ook dit soort zaken aan de kaart te stellen. Ja. Ja. Nou, meneer Gilaert, heeft u tot slot nog iets aan dit geheel toe te voegen? Het enige wat ik wil zeggen is dat ik hoop dat de vrouwen die ondersteuning krijgen, dat wij die ondersteuning krijgen van de samenleving. En we zijn ook bezig, ondanks het feit dat die registratie is afgesloten, dat we aan het nadenken zijn om een YouTube-link beschikbaar te stellen, zodanig dat de mensen die, laten we zeggen, niet in aanmerking zijn gekomen omdat het vol is, dat ze die van hun veilige thuisomgeving kunnen volgen. Zo heeft u dat gehoord met betrekking tot de Women's Leadership Summit. Ik ben gekomen aan het eind van deze aflevering van Magazine 4 op vrijdag 24 februari 2023. Ik ben Sam Blankendaal en ik wens u van hieruit een goed weekend. Tot maandag weer.